Hallo und willkommen bei der Urban Kalverstall Tour. Vandaag sind wir auf Besuch bei der Hogeschool Eres in Dronten. Ich ga straks zwei Studenten von der Schule ontmoeten und sie werden uns iets über das Bedrijf vertellen und hoe sie mit den Urban Drinkautomaten werken. Mein Name ist Geerke Sleurink, 19 Jahre alt und momenteel studiere ich im derde Jahr von der Opleidung Bier en Veehouderij auf der Eres Hogeschool in Dronten. Nou, dit jaar sinds september woon en werk ik op het Eres studentenbedrijf op Eres Farms. En dit houdt in dat je eigenlijk een jaar lang verantwoordelijk bent voor verschillende taken op de boerderij. Nou, in totaal zit ik met 10 studenten in huis, waarvan met 4 studenten zijn we dan verantwoordelijk voor het melkvee. De taken die we uitvoeren zijn eigenlijk de avondmelkingen, het verzorgen van het jongvee, zowel 's ochtends als 's avonds. En ook zijn we verantwoordelijk voor de avondronde. Oké, Marleen, het gaat nu iets over het bedrijf vertellen. Nou, ik ben Marleen Evert, 21 jaar. En ik woon en werk ook op de Eres Farms, net als Geerke. Het is een bedrijf met 120 melk- en kalfkoeien ongeveer. Er worden met 2 systemen gemolken, 2x8 melkstal en met een melkrobot. Momenteel hebben we een productie van 33,5 liter per koe per dag ongeveer. En met een vet- en eiwitpercentage van 3,79 om 3,57. Nou, op het moment zijn er ongeveer 60 kalveren aanwezig op het bedrijf, 60 stuks jongvee, waarvan 36 nog jonger dan een jaar. Marleen, jij werkt veel met die Urban Kalverdrinkautomaat, dus wil je even uitleggen wat jij daar zo doet? Ja, nou, de jongste kalveren zitten buiten in iglo's. Daarvoor kunnen we ook melk niet aftappen op deze automaat. Dan weet je altijd dat de samenstelling en de temperatuur van de melk goed is. Dus dat kunnen we ook hier allemaal instellen. En verder is het eigenlijk heel simpel. In deze hokken, deze twee hokken, die kalveren zitten bij de automaat. Je kijkt op het scherm, kun je heel makkelijk overzichtelijk zien. De groene kalveren hebben goed gedronken, de oranje kalveren matig en de rode dieren slecht. Nou, je kunt altijd zien welk nummer het is. Het kalf kun je heel makkelijk ophalen bij de automaat. En eigenlijk is dat wat je moet doen. En die drinkstation, daar is iets bijzonders aan. Die kun je daar... Ja, de stations die kunnen omhoog gedaan worden met het uitmesten, zodat het veel makkelijker is met uitmesten. Dan is het gewoon een kwestie van stations omhoog, hekken omhoog of opzij. En dan kunnen we er in één keer zo door. En hoe ben je automaten Voor alle kalveren die krijgen oornummers in. Er zit een sensor in. De dieren doe je 1 keer bij de automaat. Die herkent, de automaat herkent het dier, de sensor. En herkent daarbij ook gelijk het nummer. Dan is het alleen een kwestie het geboortedatum van het dier invullen. En dan pakt hij hem automatisch vanaf dag 1 tot en met de 70 dagen wat hij er maximaal bij het zit, ja, bij de automaat. En ook die functie met die melk, hoe dat gaat met die automaat? Ja. Nou, ongeveer 1 keer per dag, kan ook 1 keer in de 2 dagen zijn, ligt een beetje aan hoeveel kalveren er zitten. Dan vullen we de poeder bij. Dat kan via deze klep. Nou, dat gebeurt dus 1 keer in de 1-2 dagen. Nou, dan doseert de machine zelf de poeder. Dat komt dan hier uit dit buisje in het bakje. De temperatuur van het water wordt ook allemaal automatisch geregeld. Dus altijd op goede temperatuur en voldoende poeder. Nou, hier wordt hij gemengd en dan kan het kalf naar de speen komen. En kan hij zijn portie ophalen voor die dag. Die automaat die heeft ook een reinigingssysteem. Wil je dat ook nog mee? Dat klopt. Ook dat wordt helemaal automatisch gedaan. Bij dit station is dat wel mooi om te zien. Hier zit een klep voor. En deze, als het kalf zich aanbiedt, dan gaat de speen automatisch weer omhoog. En 60 seconden na het drinken, dan gaat de klep weer naar beneden en dan wordt de speen helemaal gespoeld. Zodat ze zo min mogelijk kruisbesmetting krijgen. Dus jij werkt veel ook met die Urban Kalverdrinkautomaat? Ja. Wat vind jij bijzonders goed? Ja. Nou, wij werken nu sinds een maand of 3 met het Urban Drinkautomaat. En voorheen werd er altijd met milkbars gevoerd. En omdat wij op het studentenbedrijf met minimaal 4 verschillende personen voeren,
is eigenlijk een drinkautomaat wel een uitkomst. Het geeft namelijk altijd een goede verhouding. Als je met meerdere mensen voert, dan kan het toch, ja, weet je, de ene die heeft een kopje erop en de andere die heeft weer een kopje poeder eraf. Dat verschilt nogal. Daarnaast is de temperatuur altijd gelijk. Dus stel je hem in op 44 of 45 graden, dan is dat ook de temperatuur. En dat kan als je gewoon uit de kraan tapt of je hebt er een, ja, dan kan dat nog wel eens verschillen. Daarnaast is het heel erg fijn dat de temperatuur altijd gelijk is. Het automaat meet de temperatuur eigenlijk op 3 punten. Dat is in de boiler, in de meetbeker en in de speen. En hij kalibreert zichzelf. Dus daarom ben je eigenlijk altijd verzekerd van de goede temperatuur. Daarnaast is het gewoon mooi dat alle kalveren op hun eigen moment verdeeld over de dag kleine porties kunnen ophalen. Je hebt hierdoor niet meer het fenomeen dat de grote kalveren de kleinere kalveren verdringen. En dit is natuurlijk goed voor de kalvergezondheid, met het oog op diarree. Maar ook de groei kun je hiermee gewoon, daar ben je veel meer verzekerd van. Nou, en daarnaast is het natuurlijk ook niet onbelangrijk dat voeren met een kalverdrinkautomaat natuurlijk gewoon heel veel tijd en handwerk bespaart. Je hoeft niet meer met grote garres te mengen in grote emmers, maar je kunt eigenlijk gewoon makkelijk de poeder bijvullen en je moet een keer het reinigingsbakje legen. Maar voor de rest bespaart het gewoon een hoop tijd en werk en worden je kalver gewoon veel beter gemonitord dan dat je dat zelf moet doen met een milkbar of speenemmers. Dus dat wordt eigenlijk allemaal voor je gedaan. Oké, dan dank je wel voor die informatie. Ja. En dan tot de volgende keer. Ook bedankt. Tot ziens. Doeg.